sterke troeven van het dorp zijn de ideale ligging. Hè. We zijn goed en centraal gelegen. Wij hebben ruime en moderne kamers. Wij hebben een sterk en een flexibel team dat elke dag het beste van zichzelf wilt geven voor de residenten die hier verblijven. Fingerfood is eigenlijk een verzameling van een hele reeks van producten voor mensen die verschillende problematieken hebben. Dat kan gaan van kauwproblemen omdat ze dentaire problemen hebben. Dat kan gaan van slikproblemen bij dysfagie. Dat kan ook gaan dat we dat gebruiken voor mensen met een probleem met de fijne motoriek, waardoor inderdaad de handelingen met mes en vork moeilijk worden. En naar gelang van de problematiek, de slikproblematiek, passen wij de consistentie aan. Op een assistentiewoning gaan we zorg bieden op vraag. Dus het ogenblik dat de resident een bepaalde zorg nodig heeft, gaat hij die vraag stellen aan ons en gaan wij die vraag beantwoorden. In een woonzorgcentrum zijn de zorgen gepland en gebeurt het eigenlijk automatisch via de zorgplanning, het zorgdossier. En een bijkomende troef is dat beide sites op beide residenties op één site liggen, waardoor dat we eigenlijk 24 op 24 de zorgen in de assistentiewoning kunnen garanderen, maar ook in het woonzorgcentrum. Dat is toch wel een sterke pluspunt voor onze assistentiewoningen, omdat we dan continu professionele en kwaliteitsvolle zorgverlening kunnen bieden op elk moment van de dag. Ik woon hier in de assistentiewoning al 6 jaar, zeer tevreden hier. Met mijn echtgenoten, we zijn nog altijd tezamen. Dus we zitten hier in assistenten en we zitten zeer goed. En als we hulp nodig hebben, kunnen we naar hier komen. Verzorging en alles, dus dat is magnifiek voor ons, dat is geen probleem.